Welkom bij deze PowerPoint. En ik ga je iets vertellen over het hoofdstuk geweld en geloof. Dat is even beter. En het hoofdstuk geweld en geloof, dat draait heel erg om de vroege middeleeuwen. Dus we gaan het hebben over de vroege middeleeuwen, het tijdvak van monniken en ridders. En we gaan het met name hebben over Karel de Grote, zijn ideeën over bestuur, dat is een uitvinding van het feodalisme, of wat leenstelsel genoemd. In hoeverre dit verschilde van de ideeën van het Romeinse Rijk over bestuur. En we gaan het ook hebben over wat nou de verdeling was van de samenleving. Hoe werd bepaalde de vorm van bestuur en het leenstelsel en het feodalisme, hoe de samenleving was ingedeeld. Nou, als we even verder kijken, dan zien we hier de basisideeën van het tijdvak van monniken en ridders staan. We zien het symbooltje staan. Van de tijd van monniken en ridders. En we zien twee afbeeldingen staan die heel erg uitbeelden waar het bij de tijd van monniken en ridders om draait. En zo heet het ook in het hoofdstuk, namelijk geweld en geloof. De rechterkant zie je een klooster, Monte Cassino, uit de tijd van de vroege middeleeuwen. Kloosters die bleven voortbestaan na de val van het Romeinse Rijk, behielden het christelijke geloof en verspreidden het christelijke geloof in bepaalde gebieden. En zij waren ook heel belangrijk, omdat de kennis behouden bleef via de christelijke kloosters. Boeken uit de tijd van de Grieken, filosofen, de Bijbel. Al dat soort boeken werden bewaard via de kloosters. Mensen konden niet meer lezen en schrijven, maar in de kloosters kon men dat dus wel. En werd bepaalde kennis bewaard. Links zie je een strijdhelm uit de Frankische tijd, een Frankische ridderhelm. En dat betekende dus ook dat het een behoorlijk gewelddadige tijd was, waarin veel gevochten werd. En ook nou, mensen heel veel onveiligheid kenden. En er waren niet alleen maar positieve ridders. Ridders die vochten voor het christendom of om vrouwen te redden. Maar ook ridders die hun macht misbruikten om mensen te onderdrukken. En slechte dingen deden. Nou, als we kijken naar de tijdbalk. En dat is dus deze. Dan zie je de tijdvakken die we dit jaar hebben gehad. We zien helemaal links zien we het tijdvak van jagers en boeren. Die we ook wel kennen als de tijd van de prehistorie. Dat is de tijdsperiode. In het blauw, in het groen zien we de tijd van Grieken en Romeinen, die we ook wel kennen als de oudheid. En in het geel zien we de tijd van middeleeuwen, die we ook wel kennen als de tijd van monniken en ridders. De drie tijdvakken, die zijn dus de tijdvakken die tot nu toe hebben behandeld. En we zijn nu aangekomen bij het derde tijdvak, het tijdvak van monniken en ridders. Je moet ook de jaartallen kennen, totdat de tijdvakken die we nu hebben behandeld. En met name de tijd van de Romeinen, Grieken en Romeinen is nu belangrijk, omdat je eventjes kort moet weten van hoe werd het ook weer bestuurd. Een keizerrijk, men gebruikte ambtenaren, de Romeinen gebruikten muntgeld en er was heel veel lange afstandshandel en er was veiligheid. Dat verdween allemaal bij het verdwijnen van het Romeinse Rijk. Ja? Dus de tijdbalk is belangrijk tot en met de tijd van de middeleeuwen. Ook nog meer belangrijk. Als we meekijken op deze PowerPoint, dan zien we de hoofdvraag. Nou, een hoofdvraag is heel belangrijk omdat je dan gericht kijkt naar wat bij geschiedenis belangrijk is. Als je domweg gaat leren bij geschiedenis, dan is er zoveel wat je zou moeten weten. De hoofdvraag zorgt ervoor dat je precies weet wat belangrijk is en wat niet belangrijk is. En dat je een beetje je aandacht focust en dat je je aandacht goed kunt richten. En bij dit hoofdstuk is de hoofdvraag, welke invloed had het geweld en het geloof op de samenleving in de vroege middeleeuwen? Dat zien we hier terug. Nou, die hoofdvraag wordt ondersteund door deelvragen per paragraaf. Dus per paragraaf gaan we in op een klein detail, een aspect, van die ene hoofdvraag. We kijken naar een kaart. En deze kaart staat ook achterin je leerboek. En je kan er heel snel overheen kijken, maar er is ontzettend veel informatie in zo'n kaart. En nu weet ik dat je bij aardrijkskunde hebt geleerd hoe met zo'n kaart om te gaan, dat je een legenda kunt lezen. Dus dat je dat op zich wel moet kunnen, alleen haal er maar eens uit wat je nodig hebt. Nou, ten eerste zien we vlak bovenbij, daar, zien we omcirkeld, zien we omcirkeld het Byzantijnse Rijk, hier vlak boven mij. En dat Byzantijnse Rijk, nooit van gehoord waarschijnlijk, in het geel aangegeven, dat is het overblijfsel van het Romeinse Rijk. En misschien heb je ook door dat het in een bepaald deel van de wereld ligt. Dit is het westen. Dit is het westen. En dit is het oosten. En daarom heet het ook het Oost-Romeinse Rijk.
Het Oost-Romeinse Rijk was overblijfsel en dat bleef nog tot ongeveer 1500 na Christus bestaan, dus tot aan het einde van de middeleeuwen. Het West-Romeinse Rijk was ineengestort en er was heel lang geen veiligheid in de middeleeuwen. Geen bescherming, warlords, hertogen, ridders, die vochten om de macht. En het was de eerste keer, pas rond 700, dat er weer een nieuw rijk kwam. Dat een beetje de grootte had van het Romeinse Rijk en dat weer een klein beetje veiligheid probeerde te bieden aan de inwoners van het Rijk. Maar dat was heel lang was dat niet zo geweest. Nou, waar bestaat het Romeinse, het Frankische Rijk nou uit? Het begint met het gebied dat door de Franken wordt veroverd in 481 na Christus. En de Franken is dan een van de volken, zoals de Friezen of de Bataven of de Vandalen, hè, ook zo'n volk. Angelen en Saxen zien we ook staan. Een van die volkeren die een eigen gebiedje had. En die Franken, dat lijkt dan helemaal niet op dat zij een groot rijk gaan veroveren. Dat is achteraf. Hè. Achteraf bezien is dat het begin geweest. En dat bestond dus uit de gedeeltes van Nederland, als je naar dat gedeelte kijkt. In het roze paarsachtig, gedeeltes van België, gedeeltes van Frankrijk en gedeeltes van Luxemburg. En zo begon dat eigenlijk nog in de tijd van Grieken en Romeinen. Aan het einde tijd van Grieken en Romeinen begon daar een nieuw koninkrijkje te ontstaan. Nou, dat koninkrijkje groeide na verloop van tijd. Je ziet ook aan de legenda zie je dat gebeurt tussen grofweg 500 na Christus en 800 na Christus. Dat het steeds groter wordt. En zo groeit het Frankische Rijk richting, tot wat we vandaag de dag kennen, en let op het woord, richting Frankrijk. Dus dat het Frankische Rijk breidt zich uit. Wat zien we nog meer gebeuren in de legenda? Nou, we zien dat dus daar helemaal beschreven worden. En je ziet ook in het paars hierboven. Zo aangegeven dat daar staat. Daar staat letterlijk. Even kijken hoor. Ja, daar staat letterlijk hierboven. Gebied door Pepijn aan de paus geschonken. Pepijn de Korte. Het waarschijnlijk een klein mannetje. Kleiner dan Karel de Grote. Was niet zo groot. En hij was de vader van Karel de Grote. Gelovig man. En bij wie kon je beter slijmen als gelovig man? Dan de paus. Dat is natuurlijk de hoofd van de kerk, belangrijk persoon. Dus bij wie kon je beter een wit voetje halen, slijmen, om in de hemel te komen natuurlijk, dan aan de paus. En hij gaf dus een stuk land weg, wat hij had veroverd aan de paus, om een beetje vriendelijk te zijn, goodwill te kweken, zoals het ook wel heette. En zo regelde hij dat hij toen toch een beetje vriendjes bleef met God, laat het zo maar zeggen. Nou, je ziet daar weer Byzantijnse gebieden, zie je ook een legenda aangegeven, dus dat staat hier. Het laatste punt van die legenda is wel heel belangrijk. Karel de Grote wilde één geloof in zijn rijk. En hoe zorg je daar nou voor? Overal kloosters te stichten en bisdommen, waar een bisschop aan het hoofd stond. Een soort regiomanager voor de katholieke kerk. En het hoofd van de katholieke kerk stond een paus. En Karel de Grote wilde maar al te graag dat in zijn gebieden kloosters werden gebouwd, omdat daar het geloof verspreid kon worden. Hij wilde één geloof in zijn rijk, één geloof, het christendom. En daar kon de paus, de bisschoppen, de bisdommen en de kloosters konden daarbij helpen. Want zij stuurden er missionarissen op uit om de mensen in de gebieden van bijvoorbeeld de Saxen in het blauw te bekeren. En hoe meer eenheid in het geloof in het Frankische Rijk, hoe beter Karel de Grote dat vond. Dus dat was heel belangrijk voor hem. Ja, en dat allemaal in de vroege middeleeuwen. Die vroege middeleeuwen, dat was niet altijd even makkelijk, want Karel de Grote had dan wel een groot gebied veroverd, zoals je hier ziet, maar hij had niet de dingen die de Romeinen wel hadden. Ik heb net al een klein beetje gezegd, wat had Karel de Grote niet, dat de Romeinen wel hadden? Nou, er zaten grote verschillen tussen. Karel de Grote had grote moeite om zijn rijk te besturen, omdat hij één, geen muntgeld in omloop had, dus de handel, dat was niet zo goed. Wat is nog meer een probleem? Hij had ook geen ambtenaren in dienst en hij had ook niet de veiligheid die het Romeinse Rijk wel kende. Daarnaast was er ook geen postsysteem zoals de Romeinen dat wel kenden. De Romeinen lieten overal het Romeinse Rijk boodschappen rondbrengen. Dat kende het Romeinse Rijk ook niet. Dus het was best wel lastig. Dus alles wat het Romeinse Rijk zo succesvol maakte, dat kende Karel de Grote niet. En hij had daardoor grote problemen. En die grote problemen kwamen voort uit die grote verschillen met het Romeinse Rijk. Wat bedacht Karel de Grote om die grote problemen op te lossen? Want hij had een groot gebied veroverd, maar hoe moest hij dat dan gaan besturen? Hij bedacht het feodalisme, makkelijker gezegd het leenstelsel. En heel kort, het leenstelsel betekent dat Karel de Grote strijdmakkers had, ridders die met hem meevochten,
En als beloning kregen die er dus een stukje in leen van het land. Let op het woord leen, het wordt uitgeleend. Het bleef van Karel de Grote. De ridders mochten daarop wonen, het land bewerken en een flink wat van de opbrengst van het land houden. En het land besturen, maar ze moesten wel regelmatig trouw beloven aan Karel. En ze moesten wel grote gedeeltes van de belastingen afstaan aan Karel de Grote. He, ze moesten wel onthouden van wie het land nou eigenlijk was en wie het nou vooral veroverd had. Dat moesten ze wel in de oren knopen. En het systeem, dat werkte goed door Karel de Grote. Die rond 800 dit systeem goed liet werken om zo'n groot rijk te besturen. Grote verschillen met het Romeinse Rijk. Muntgeld werd niet in het Karolingische Rijk gebruikt, het Rijk van Karel de Grote. Hij kende geen postsysteem. Hij kende geen ambtenaren die belastingen op kwamen halen. Er was weinig veiligheid in zijn rijk, dus dat moest nog echt goed voor elkaar gekregen worden. Maar in plaats van wat de Romeinen kenden, wist hij toch weer een groot rijk te stichten door middel van het systeem van het feodalisme, oftewel het leenstelsel. Ja, dus dat is wel een heel belangrijk verschil. Ja, en wat is nou een overeenkomst? Ja, je ziet Rome en dus Italië, wat vandaag de dag Italië is. Het Romeinse Rijk begon ook in Italië en Karel de Grote weet uiteindelijk rond 800 ook Italië te veroveren. Geeft een gedeelte daarvan heel vriendelijk aan de paus. Maar dat was het enige overeenkomst. Opvallend is wel dus dat Karel de Grote zichzelf zag als keizer. Als opvolger van Julius Caesar. En het woord keizer komt dan ook van Julius Caesar. Dat is van afgeleid. Dus Karel de Grote zag zichzelf als een soort nieuwe Romeinse keizer. Maar als je kijkt naar zijn gebied, is het gebied dat hij bestuurde is gewoon heel anders. Hè? Het gebied, het enige overeenkomst is... wat hierboven staat, dat is de enige overeenkomst. Want het Romeinse Rijk was meer gelegen rond de Middellandse Zee. Dat is een groot verschil. Er zijn grote verschillen met het Romeinse Rijk. De samenleving van Karel de Grote, die veranderde heel erg ten opzichte van het Romeinse Rijk. We hebben het gehad over slaven, we hebben het gehad over patriciërs in het Romeinse Rijk en een familie van de keizer. Nou, de samenleving van de middeleeuwen die zat wat anders in elkaar. En die bestond uit drie onderdelen. En men geloofde dat die drie onderdelen door God waren gegeven. Bovenaan zie je Jezus of een soort godsfiguur. Nou, waar bestond die samenleving nou uit? Die bestond uit drie standen. De samenleving. En de eerste stand is de geestelijke, de tweede stand is de edele en de derde stand zijn de boeren. De boeren zorgen voor het voedsel, de edelen zorgen voor de verdediging en zoals je hier ziet staan, de geestelijke zorgen voor de geestelijke zorg. Wat wordt er nou bedoeld met de geestelijke zorg? Nou, vooral het bidden, hè, voor dat God voor alles goed zou maken en vooral de contact tussen de mensen en God goed houden. Dus het bidden, het zorgen voor bijbels, voor de mensen, het geven van mooie kerkdiensten aan mensen. Dat was de taak voor de geestelijkheid. Nou, dat zie je in deze afbeelding terug. Want je ziet de eerste stand, dat is de geestelijkheid. Je ziet de paus met zijn staf, die heeft een soort hele rare kroon op, noemen we een tiara. Dat is de pauselijke tiara, die de paus vandaag de dag niet meer draagt, maar destijds wel. Dan zie je de edelen, moeilijker te herkennen, ze hebben een kroon op, kleiner dan een paus, omdat de paus natuurlijk zichzelf belangrijker vond. En in contact stond met God. Zij beschermen, er staat ook protégé boven, protect in het Engels, het is Latijn, staat erboven. En we zien de derde stand, dat zijn de boeren. Had je het nou niet zo getroffen in deze tijd, dan was je boer. En hoe werd dat nou uitgelegd? Nou, de boeren die moesten maar hun taak goed volbrengen, want zo had God het gewild. Want God staat met zijn handjes gespreid boven deze afbeelding. Dus dat wilde zeggen van nou, de goddelijke orde die moet je niet verstoren, anders kom je misschien wel in de hel. En dat was dus iets wat de mensen dus echt niet wilden, in de hel terechtkomen. Daar vreesde men voor. Dus iedereen had een bepaalde taak. En het was de bedoeling dat je aan een bepaalde die taak hield, anders liep je het risico om in de hel terecht te komen. En dat wilde je toch niet. Nou, ik hoop dat ik hiermee iets duidelijk heb gemaakt over de tijd van de vroege middeleeuwen. Ook wel bekend. Het tijdvak van monniken en ridders. Belangrijk is dus het einde van het Romeinse Rijk. Het samenleven was heel anders dan het Romeinse Rijk. Als oplossing bedenkt Karel de Grote daar een systeem voor. Het feodalisme, ook wel het leenstelsel geheten. En daardoor verandert heel erg de samenleving. Alle afbeeldingen die ik in deze uitleg heb gebruikt, zijn ook te vinden in het leesboek.
een inleiding, een afsluiting. En zorg ervoor dat je, als je bijvoorbeeld het filmpje bekijkt, nog eens later, dat je bijvoorbeeld het boek erbij pakt. En ook de afbeeldingen erbij pakt, als die in het boek te vinden zijn. En het zorgt dat je begrijpt wat je ziet. Ja? Nou, dat was mijn eerste keer. Ik hoop dat jullie het prettig vonden om deze uitleg te krijgen. En nog veel plezier bij jullie lessen geschiedenis.